Daar zijn we dan. Deze keer via de computer. We kunnen elkaar niet zien. Ellendig is dit en de situatie, hoe lang ze nog duren zal, we weten het niet. Maar in ieder geval, om het zo goed mogelijk voor jullie te laten verlopen en alsjeblieft geef mij ook feedback, hè, heb ik in eerste instantie gedacht om de teksten door te nemen via PowerPoint die ik heb gemaakt. Ik maak van die PowerPoint een filmpje, een MP4'tje. En jullie kunnen dat dan rustig bekijken. Dat gaat eigenlijk overeenkomen met wat ik normaal in de klas doe. Het gaat een beetje sneller gaan, omdat jullie natuurlijk geen interactie kunnen geven. En achteraf gaan we samenkomen in live sessies via Smart School, om dan vragen te stellen, om dingen meer op punt te stellen. We gaan het dus zo proberen. We kijken wat jullie ervan vinden, of het lukt of niet. En dan passen we alles aan, moest dat niet zo zijn. Nu goed, we zijn in ons verhaal gekomen bij Annalen 14:7. Nero heeft zijn moeder willen vermoorden, jullie weten dat nog. Zijn schip, de schipbreuk. Het is niet gelukt en Agrippina is weg kunnen komen. En we zitten eigenlijk op het punt van het verhaal dat Nero verschrikkelijk bang is dat zijn moeder nu aan iedereen duidelijk zal maken dat hij eigenlijk een zoon is die zijn moeder heeft willen vermoorden. Dat is een van de ergste dingen die je kunt doen. Je bent dan eigenlijk een moedermoordenaar of een oudermoordenaar. En om dit, om zijn angst eigenlijk is heel groot. En hij gaat de hulp inroepen van Seneca en Brutus in de tekst die we nu gaan lezen. Dus jullie weten nu ongeveer waar we verder gekomen zijn. Ik lees even de tekst en dan kunnen we er wat in komen. Ik ga ook dingetjes aanduiden, zodat het zo duidelijk mogelijk wordt voor jullie. Ad Neroni, nuntius patrati facinoris operienti, affetur evasisse ictu levis auciam, et actinus adito discrimine ne auctor dubitaretur. Ad, hier, ad, maar. Een tegenstelling hier tegenover het vorige. En dus de schipbreuk is gebeurd. Er is een heel verhaal verteld. En nu krijgen we het contrast vanuit het standpunt van Nero gezien. En we gaan ook de angst zien van Nero in de stilistiek, in de manier waarop Tacitus dit neerschrijft. Maar Neroni. Neroni is een datief. En. Nero is datief en dat staat hier samen met operienti. Dus die twee horen samen. Nero aan Nero. En hier met operienti hebben we daar een PPA bij, een participium praefus. En dat komt van het woord operieren. En dat betekent in spanning afwachten. Dus aan Nero die in spanning afwachten. Dat is eigenlijk hier die twee die bij elkaar zijn. En op wie wacht hij? Op de nuntios. Dat is hier het leidend voorwerp van operienti eigenlijk. Hè. Aan Nero die aan het wachten was op de boden. En nuntius is een bode. Nuntius, nuntii, mannelijk. Op de boden, op de berichtgevers eigenlijk. Patrati facinoris hoort natuurlijk ook bij elkaar. Patrati facinoris van de misdaad. Facinus, facinoris, dat kennen jullie natuurlijk helemaal, van de misdaad. En die misdaad is patratus. Patratus komt van patra, uitgevoerd. Hè? Patratus is een PPP. Hè? Dus, maar aan Nero, die angstig afwachten eigenlijk aan, met spanning afwachten, de melder, de bodem van de misdaad, de uitgevoerde misdaad. Hij wist op dit moment nog niet hè, dat het misgegaan zou kunnen zijn. Nou, dus hij is heel bang. En dan hebben we het hoofdwerkwoord. Affertur. Er wordt aan Nero gemeld. Affertur. Aangebracht. En wat wordt er aangebracht? Een infinitiefzin waarvan het werkwoord is euasisse. Euasisse. En we hebben daar eigenlijk een woordje tekort, en dat is eam. Eam. Want eam bedoelen ze
de moeder, haar. Dus ze is evasisse, ze is kunnen wegkomen. Afertur eam evasisse, of matrem zou je eventueel ook kunnen zeggen. De moeder is er, is kunnen ontkomen. En dan saukiam hebben we hier nog bij. En saukiam betekent een saukius. Betekent gewond, saukius aum. Dus saukiam, gewond, dat hoort dan bij die eam hier, hè, dus die participen daarbij, een adjectief daarbij. Saukiam, ictu levi hoort ook bij elkaar, door een lichte slag. Ictus, mannelijk, is een slag. En jullie weten, ze is alleen aan haar schouder verwond. En dat hebben we kunnen lezen in het voorgaande stukje. En zegt hij ook nog, onze beste taakje dus. Hactenus adito discrimine. Nu, adito discrimine is een los van dat. Adire discrimen betekent in gevaar komen. En hactenus is een bijwoordje en betekent zover. En tot zover. Hactenus, en tot zover is zij in gevaar gekomen, die moeder. Zij heeft het gevaar gezien en ze heeft haar eigen vriendin zien neergeknuppeld worden eigenlijk. Hè, dat weten jullie nog wel, in plaats van haarzelf, hè, in plaats van zijzelf. Dus dat betekent goed genoeg dat de vrouw in kwestie weet wat er aan de hand is. Dus, en tot zover was zij in gevaar gekomen. En dan hebben we, nee, dat niet. Auctor dubitaretur. Zozeer dat niet. Dus een gevolgzin, een negatieve dan, dat niet getwijfeld werd, dubitare, dus twijfelen, dubitare, dubito, dat er niet getwijfeld wordt aan de auctor, aan de dader. En dat was een duidelijk Nero. Hè? Dus dat er niet aan de dader kon worden getwijfeld. Wat gebeurt er dan? Tum, pavore exanimis, et jam jamque afore obtestans, vindictae properam, sive servitia armaret, vel militem accenderet, si vat senatum et populum pervaderet, naufragium et vulnus et imperfectos amicos obbiciendo. Nu. Tum, dan, op dat moment, zo hoofd je nog, pavore exanimis, exanimis is eeuws, buiten zinnen, ex animus, hè, zonder een geest, buiten zinnen, letterlijk hetzelfde in het Nederlands. Buiten zinnen, pavore, door angst. Pavor, pavoris, betekent hè, angst. En dus buiten zijn zinnen, door angst. Et jam op testans, jam jamque op testans. Jam jamque is in ogenblik, op is eigenlijk jam, reeds. Hè. En op testans komt van opgetari, betekent bezweren. Hè. En dus bezwerend, verkondigend, hè, met klem verkondigend, dat ze elk moment afore zou kunnen gaan komen, afore. En dan gaat het ook over de moeder, hè, dat ze er zou kunnen gaan staan, hè, want ze was niet dood, ze was levend. Properam vindictae, properam en properus aum betekent geneigd tot, staat met de genitief vindictae, dus geneigd tot wraak. Vindictae, vrouwelijk betekent wraak. Dus, dan, buiten zijn zinnen door angst en bezwerend dat ze op elk moment daar zou gaan kunnen zijn, blust op wraak, properam vindictae. Sive sermitia armaret, vel militum accenderet, sivat senatum et populum pervaderet. Het zij, sive. Je ziet het een anafoor, dus de zin wordt herhaald. En je ziet ook heel mooi de drieledigheid komen, maar we zullen dat straks nog beter bekijken. Sive, het zij dat ze. De servitia, de slavernij. Servitium betekent slavernij. Hier de slavernijen staat hier. Maar natuurlijk bedoelt hij niet het abstracte, maar wel het concrete. Niet de slaven, slavernij, maar wel de slaven. Dus het zij ze de slaven zou bewapenen.
ofwel, wel, hè, wel is ofwel, militem accenderet, ofwel de soldaten of het leger. En er staat hier wel enkelvoud militem, militem, maar het is de soldaten. Hè. Je mag dat meervoud vertalen. Dus ofwel de soldaten zou aansporen en ophitsen, accenderet, siwe, peruadret, het zij dat ze zou peruadre, en peruadre betekent doorsteken, gaan naar, doorwaden, eigenlijk zou je dat kunnen zeggen als het over een moeras zou gaan, peruadre, maar hier gaat ze doordringen tot peruadret ad senatum, ad met accusatief, ad senatum, dat ze naar de senaat zou trekken, en naar populum, naar het volk, naar het volk in de senaat, dus naar de volksvergadering in de senaat, zou ze gaan. En dan, obiquiendo, ablatief van het gerundium, of het verbaal substantief, door op te werpen. Obicere betekent voorwerpen, obicere. En hier iets voor iemand voeten werpen, dus verwijten maken. Hè. Verwijtend, door te verwijten. Wat? Of op de berde te brengen eigenlijk. Naufragium, dat is het eerste. En naufragium, naufragie, onzijdig, is een schipbreuk. En, wat kon ze nog aanmerken? Vulnus, haar wonden. Hè? En interfectos amicos, en haar gedode vrienden. Interfectos, van interficere doden, dus imperfectos is hier een ppp. Dus die drie dingen, die kon ze echt wel aantonen. Er was een schipbreuk, want daar lag daar een half kapot schip. Ze had een wonde aan haar schouder en haar vrienden waren dood. En die vrienden, dat zijn Cerpereus Gallus en Aceronia. Hè? Dat weten we nog. En dan de angst van de Nero in kwestie. Quod contra subsidium sibi. We hebben geen werkwoord. Wat zou er kunnen zijn, er is een ellips van esse, en wat zou er kunnen zijn, contra, daartegen. En contra is hier een bijwoord, dus niet een voorzetsel, maar een bijwoord. Wat is er daartegenover, tegenover heel dit verhaal, als subsidium, als hulp, als bijstand eigenlijk, subsidium, subsidie, onzijdig. Hè. Wat is er daartegenover aan hulp voor hemzelf? Sibi, voor Nero. Dus eigenlijk een vraag van Nero die hier in de indirecte reden staat. Nisi quid burgus et Seneca. En ook geen werkwoord hier, en dat is om de angst van Nero duidelijk weer te geven. Nisi, tenzij er aliquid iets, en dan esse, ellips, zou kunnen zijn, terzij er iets zou kunnen zijn, of iets zou kunnen doen, liever, Brutus et Seneca. Dat zijn twee onderwerpen. Hè. Brutus, tenzij Brutus en Seneca iets zouden kunnen verzinnen, iets daartegenover zouden kunnen stellen. En quos expergens statim aquiverat, zegt Tacitus. Hè. Expergens komt van expergere, betekent wekken, wakker maken. En die quos hier, dat is een schijnrelatief, et eos, expergens, en hen wakkermakend. Nu, dat zal je ook mogen vertalen als laten wakkermaken, want Nero gaat echt niet aan het bed staan van Brutus en Seneca, dus hij stuurt daar een slaaf naartoe. Maar, je zou dan kunnen vertalen, nadat hij hen had wakker gemaakt, statim aciverat, liet hij hen bij zich komen, aciverat. Aciverat, hier van het werkwoord akir is dat laten komen, perfectum, had hij hen bij zich geroepen, incertum an et antegnaros, en dat is dan weer zo'n een stiekem zinnetje van Tacitus, en het was onzeker, incertum erat, het was onzeker, of ze an et ante, en daarvoor, gnaros waren, of ze gnarus waren, en gnarus betekent op de hoogte. Dus het was onzeker, waarbij het onzeker is, zou je vrijer kunnen vertalen, of ze op voorhand op de hoogte waren, die twee, Brutus en Seneca. Dus zijn ze medeplichtig of niet? Dat gaat hij hier met dat kleine zinnetje erbij vertellen.
En dan naar het volgende stukje. Igitur longum utriusque silentium, ne irriti dissuaderent, an eodescensum credebant, ut nisi praevini retur Agrippina, pereundum Neroni esset. Dus, igitur. Dus, longum silentium, en die twee horen weer mooi bij elkaar, longum utriusque silentium. En utriusque komt van uterque, utraque, utrumque, elk van beide. Dus er was eerst, zegt hij, longum silentium, een lange stilte van hen twee, van Brutus en Seneca in dit kwestie. En waarom die stilte dan plaatsvond, en dat wordt hier zo een beetje gesuggereerd door Tacitus, maar laat het wat in het midden. Ne irriti dissuaderent, an eodescensum credebant, ut nisi praeveneretur Agrippina, pereundum Neroni esset. Ne hier, op dat niet, en op dat het niet, irriti dissuaderent. Irriti komt van irritus aum, betekent te vergeefs. En dit is hier een bepaling van gesteldheid. Hè? Opdat ze het niet zouden afraden. Afraden is dissuaderen. Opdat ze het niet zouden afraden. Te vergeefs. En wat suggereert Takke dus daarmee natuurlijk verder het doodmaken van Agrippina nu op dit moment, en dus omdat ze zo'n gevaar betekent voor zijn troon, is het plan natuurlijk om haar alsnog om te brengen, maar nu veel daadkrachtiger. En ja, dan zal het openlijker zijn, want er is geen andere mogelijkheid meer nu. Het is ofwel Nero ofwel Agrippina, hè? Daar gaat hij vanuit, Nero. Dus ze zwijgen allebei. Longum utriusque silentium, ne irriti dissuadeo. Opdat ze niet te vergeefs het zouden afraden. En dan suggereert Takke dus dat Seneca en Brutus eigenlijk eerder zouden geneigd zijn om te zeggen van ja, nee, doe dat niet. Of aan eodescensum credebant, of ze geloofden, credebant. Eodescensum, en dan descensum esse, eodescensum est, dat men zover afgedaald is de scendere, eo descensum est, dat er zover gekomen is, ut dat. Die ut hier is na credere, credere ut, men, ze geloofden dat, ze, zo, dat het zover gekomen was, dat pereundum Neroni esset, het volgt daar net op, hè, dat Neroni pereundum esset. Dit hier is een gerundium, gerundivum liever, een pereundum esset, Nero moet ten onder gaan. Het komt pereundum van perire, en dat betekent dus sterven, hè, aan zijn einde komen. En de datief hier, Nero in de datief, dat is de handelende persoon bij zo'n gerundiumconstructie. Dus dat Nero moest sterven. Hè? Pereundum Neroni esset, tenzij nisi praeveniretur Agrippina. Dat is dat Nero moest omkomen, tenzij Agrippina praeveniretur, hier een passieve vorm van praevenire. En praevenire hier met de accusatief betekent iemand voor zijn, iemand tegenhouden, tenzij dus Agrippina werd tegengehouden. Post Seneca, actenus promptius ut respiceret brum, axciscit taretur an militi imperanda caedes esset. Post, dus daarna, dus een bijwoordje hier, dus geen voorzetsel, staat hier geen accusatief na. Daarna, Seneca, onderwerp hier, actenus promptius. En promptius, hier moet je bij een werkwoord bijdenken als egit. Hè. Hij handelde promptius. Promptius is het bijwoord van promptus, is slagvaardig, voortvarend, hè, dus met actie. Dus daarna handelde Seneca liever in zoverre promptius
voortvarender, dus hier een bijwoord maar in de comparatief, dat hij respiekeret burum, dat hij omkeek, respiekeret, letterlijk, dat hij omkeek naar Bruce, ak skiskitaretur, en skiskitari, skiskitari is informeren, dat is een deponent werkwoord, en informeerde aan. En dan krijgen we een indirecte vraag in de conjunctief. An militi imperanda caeres esset. Of aan militi, aan de soldaat staat hier letterlijk, maar aan het leger bedoelt Tacitus. Of aan het leger caeres imperanda esset. Of de moord op zijn moeder, caeres, kon worden bevolen imperare. Aan het leger. Dus met andere woorden, Seneca vraagt aan Brutus of aan het leger een bevel kan gegeven worden, aan soldaten, een kleine militie die hij zal laten komen, om die moeder te vermoorden. Ille praetorianos toti caesarum domui obstrictos, memoresque germanici nihil adversus progeniem eius atrox ausurus respondit. Respondit. En ille respondit, dan zullen die ook eventjes aanduiden, ille, hij, ille, en dat is dan met andere woorden Brutus. En Brutus antwoordde, die trouwens een belangrijke functie had in het leger en de Pretoriaanse garde eigenlijk aanvoerde, ille respondit, hij antwoordde dat. En dan krijgen we een infinitief zin. Praetorianus, dat de Pretorianen. En de Praetoriani, dat kunnen jullie allemaal lezen in jullie hulpboekje. Dat zijn de leden van de keizerlijke garde. Dat is eigenlijk de Praetoriaanse wacht. Die altijd de keizer vergezelt om die te verdedigen. Mogelijke aanslagen te verijdelen. Hij antwoordde dat de Praetorianen obstrictos. Dat even aanduiden. Dus de Praetorianos. Obstrictos, en dan moeten we daar nog eens esse bij denken, obstrictos esse, et ausuros, die hoort daar ook nog bij, ausuros esse. Dus dat de Pretorianen obstrictos esse, dat die, en obstrictos met de datief betekent verknocht aan, ze zijn verknocht aan, ze zijn helemaal getrouw aan, met de datief, domui. Domui, we zullen dat even aanduiden, dus obstrictos zijn ze, obstrictos domui, hier. Aan het huis van toti caesarum, hoort ook bij elkaar, toti caesarum, toti caesarum, domui. Het hele huis, moet eigenlijk dit er ook bij natuurlijk, domui toti, het hele huis van de keizaren, van de keizer. Dus hij antwoordde dat de Pretorianen verknocht zijn aan toti domui, het hele huis van de keizaren. En dat ze et, en die quasi hier et, memores germanica, Germanici, en dat ze indachtig Germanicus, memoris, met Germanicus in hun geheugen. Germanici is een genitief bij memoris. Dat staat met de genitief. Dat die, en dan een tweede, obstrictos esse, en nihil adversus progeniem eius atrox ausuros esse. Dat zij, die Pretorianen ook weer, niets ausuros esse, niets zouden durven, niets nihil atrox. Hoort ook bij elkaar, en het is misschien goed dat ik dat even aanduid. Nihil atrox, niets, atrox is gruwelijks, en niets gruwelijks zouden durven doen, adversus progeniem eius. En hier wordt natuurlijk bedoeld niets adversus tegenover, tegen
progeniem eius, tegen een nakomeling van hem. En daar bedoelen ze natuurlijk Agrippina mee, die een nazaat is van Germanicus, dus de dochter van Germanicus. Dus progeniem, progenies, progenie, vrouwelijk is het nageslacht. Dus dat ze niet vreeds zouden durven ondernemen tegen zijn nageslacht, iemand van zijn nageslacht. Perpetraret anicetus promissa, zegt hij. En hier hebben we eigenlijk een directe reden die in de indirecte reden in de conjunctief komt te staan, vandaar die perpetraret. Dus anicetus perpetraret promissa. Anicetus, die moest maar perpetrare uitvoeren, betekent dat. Hè? Die moest maar uitvoeren wat? Leidend voorwerp, de promissa. De beloften, wat hij beloofd had. En Anicetus had inderdaad beloofd, hè, van ik ga dat hier wel oplossen, ik zorg wel dat die moeder van u vermoord wordt. Dus perpetraret Anicetus promissa. Anicetus moest dat maar, zijn beloften maar uitvoeren, waarmaken. Qui nihil cunctatus poscit summam sceleris. Heel eenvoudig hier, et is, hè, qui is hier weer een schijnrelatief, en hij, daar is Anicetus mee bedoeld, en hij, nihil cunctatus, in niets twijfelend, dus zonder enige twijfel, poscit, vroeg, van poscere, poscit, wat? Summam sceleris. Summam is eigenlijk de top, en summus, summa, summum, ken je, het hoogste. Summam, het hoogste sceleris, of het hoofdaandeel eigenlijk, van de misdaad. Sceleris is een genitief bij summam, dus de hoofdrol, zou je vrijer kunnen vertalen, vraagt hij in de misdaad. Laatste stukje. Ad eam vocem Nero illo sibi die dari imperium auctoremque tanti muneris libertum profitetur. Ad eam vocem, bij dit, ad eam vocem, bij deze stem staat er letterlijk, hè, vox, vox is de stem, maar bij dit woord, hè, bij dit wat er gezegd is. Hè, door Anicetus dan natuurlijk, en die zegt, ik zal het wel doen. Ad eam vocem, Nero, onderwerp Nero. En profitetur is hier het werkwoord. Profiteri betekent verkondigen, verklaren, een beetje met een plechtige, op een plechtige manier. Nero profitetur, Nero die verklaarde, en dan krijgen we weer een infinitiefzin. Sibi illo die, dat horen we bij elkaar, ik zal het misschien eventjes aanduiden, illo die, dus illo die, op die dag, dat is een ablatief van tijd, dat op die dag aan hemzelf, aan zichzelf, aan hemzelf, want het is Nero die het zegt, imperium dari, dat de heerschappij wordt gegeven aan hem. Dus Nero zegt dat op die dag, op de dag, op die bewuste dag, dat Anicetus zegt van ik zal het oplossen, dat aan hem het gezag wordt gegeven. Ja, ik zal misschien straks uitleggen wat hij daar precies mee bedoelt, als je het al niet gesnapt hebt. Hè. Et auctorem tanti muneris libertum profitetur. En hij verklaarde eveneens, een tweede infinitiefzin, dat de auctorem, de auctor is de dader, eigenlijk de doener, degene die het doet. Ja? En dat de dader, maar ja, dader is niet het goede woord hier om te vertalen, maar dat degene die het doet, de gever zouden we kunnen zeggen, want er staat hier tanti muneris bij, dat hoort bij elkaar. Tanti muneris is een genitief, dus de doener van zo'n groot geschenk staat er. Hè? Dus de gever van zo'n groot geschenk, munus muneris, is een geschenk, en tantus aum betekent zo groot, dus dat de gever van zo'n groot geschenk profitetur, daar zegt hij van dat het een libertum esse, dat het een vrijgelatene is. Anicetus, je weet dat, was een vrijgelatene, was een vrijgelaten slaaf. Dus wat hier eigenlijk staat is, een grote slag in het gezicht van Brutus en Seneca, die eigenlijk vooraanstaande mensen zijn, die het niet kunnen oplossen.
En dan zegt Nero plots: kijk, vandaag is mijn heerschappij mij gegeven door, Aniketus, hè? En die man die mij dit geschenk geeft, dat is een vrijgelatene. Hè? Dus het contrast kan niet groot genoeg zijn. En dan weer een conjunctief iret, iret van ire, omdat Nero eigenlijk nu een bevel geeft aan Aniketus, iret. In de directe reden zou er staan i, ga, ga nu maar, hè? Maar hier conjunctief imperfectum, omdat het een verleden context is. Hij moest maar gaan, propere, snel, propere betekent snel, zijn bijwoordje. En wat moest hij ook nog doen, Aniketus? Ducret promptissimos ad iussa. Ducret, hij moest aanvoeren, aansporen, promptissimus. En promptissimus aum is van promptus, een superlatief. En promptus betekent geneigd tot. Degenen die het meest geneigd zijn tot, of de meest bereidwilligen tot iussa, tot de bevelen. Hè. Dus, oké, okay. Aniketus, ga maar snel en neem met u mee degenen die het. Het liefst eigenlijk deze bevelen zouden uitvoeren. Het zijn geen gemakkelijke bevelen. Hè. De moeder van de keizer gaan doden, maar hij moest maar zijn keuze maken. Ipse audito buenisse missu Agrippina inuntium Agerinum. Ipse, hier is Nero zelf. Hij zelf, audito. En hier hebben we een losse ablatief zonder werkwoord. Dus nadat hij gehoord had. Nadat gehoord was, hè? Audito. En wat was er gehoord? Komt weer in de infinitiefzin. Had gehoord dat nuntium agerinum venisse, dat de bode, en we hebben hier weer nuntius, maar in de accusatief als onderwerp van de infinitiefzin, dat de bode agerinus was gekomen, venisse, missu agrippinae, op bevel van Agrippina, de ablatief hier missu, van missus, us, mannelijk, door een zending eigenlijk letterlijk, op bevel van, vertaal je dan vrijer, op bevel van Agrippina. Agrippina, lekker een onderwerpsgenitief, en dus zij is het die het bevel geeft. Hè. Op bevel van Agrippina, dus zelf, nadat hij gehoord had, dat op bevel van Agrippina de bode Agerinus was gekomen, wat doet hij dan? Hier hebben we dan het hoofdwerkwoord. En wellicht ga ik dat best even aanduiden met een kleurtje. Ipse, hij zelf, dus Nero. En dan het hoofdwerkwoord parat. En er komen er nog, we zullen straks zien hoe dat verder loopt. Ipse parat, hij bereidt voor parat. Scaenam ultro criminis. Ultro is een bijwoordje hier. En ultro van zijn kant. Hij ging zelfs van zijn kant. Hij van zijn kant. Zelf ging hij van zijn kant. Een scaenam criminis parare. Een scaenam, een scaena, scaenae, vrouwelijk is een scène. En een scène, dus wat op toneel verschijnt, een scène van een misdaad. Crimen, crimen. Aanklacht. Schertsvertoning van een aanklacht staat hier. Dus eigenlijk een aanklacht die helemaal fictief is. Hè? Dus die als het ware ten tonele gevoerd is. Dus niet echt. Hij bereidt voort een schertsvertoning van een aanklacht. En wat doet hij nog? Gladium perfect. En dat is het tweede werkwoord. Dat duid ik ook weer hetzelfde kleurtje aan. Hij parat en hij perfert. Hij perfert. Hij gladiumque dum. Nee, pardon. Ik ben hier helemaal fout. Het is abicit dat hier moet aangeduid worden. Want die perfert, beste mensen, is helaas. Ik zal het even goed maken. Is geen hoofdwerkwoord, maar hoort bij de doemzin. Die zal ik dan eventjes in een andere kleur zetten. Hè. Doem. Mandata perfect. Mijn excuus voor de vergissing. Doem mandata perfect is een tijdbepalende zin terwijl hij mandata perfect de bevelen
uitvoert. En hij moest natuurlijk van Agrippina komen zeggen aan Nero hoe het met Agrippina was. Hè. Wat doet hij dus Nero zelf? Hij bereidt die schertsvertoning van een aanklacht voor. En hij abicit gladium, hij gooit een zwaard inter pedes eus, tussen zijn voeten. En die eus, dat is dan die agerinus, en dus die bode die bij hem komt. Hij gooit zijn zwaard tussen die voeten van die arme agerinus, terwijl die de bevelen uitvoert. Mandata perfect. De opdracht, hè? Mandatum i. Dus terwijl hij die opdracht uitvoert, gooit hij een zwaard tussen zijn voeten. En dan, toen. Quasi deprehenso vincla iniqui jubet. En dan gaan we nog eens aanduiden. Jubet, dat doet onze Nero nog eens. Dat is het volgende werkwoord. Dan, jubet, hij geeft hij de opdracht. Eum vincla iniqui, dat hij in de boeien moet worden geslagen. Vincla inire betekent in de vincla iniqui, inderdaad, is iemand in de boeien slaan. Hij moet in de boeien geslagen worden. Quasi deprehenso. Nu, hier is het persoonlijk voornaamwoord onder verzwegen, staat er niet. Dat hij in de boeien moet geslagen. Ei zou je hier moeten bijdenken. Quasi deprehenso. Als het ware, quasi deprehenso. En deprehensus aum betekent op inderdaad betrapt of deprehende. Ei of illi deprehenso. Dus hij geeft de opdracht dat hij in de boeien moet worden gesmeten. Als het ware of hij op heterdaad betrapt was. En even verklaren wat eigenlijk de bedoeling was. Agerinus, die arme jongen, die was gewoon komen vertellen aan Nero dat met zijn meesteres alles oké was. Dat ze lag te rusten in haar paleis en dat ze ontkomen was aan de schipbreuk. Die man die daar op zijn paleis komt, die gaat hij nu de indruk wekken dat die Agerinus hem heeft willen vermoorden. Hè? Dus dat Agrippina die man naar hem stuurde om hem te vermoorden. Dus Nero gaat proberen van de hele zaak om te draaien. En wat doet hij? Hij gaat valselijk een zwaard tussen die zijn voeten gooien, alsof het Agrippinus was die hem wilde doodmaken met dat zwaard. En hij laat hem in de boeien gooien en zegt van kijk, deze man heeft mij willen vermoorden. En het vervolg van de zin nemen we nog even. Ut exitium principis molitam matrem et pudore deprehensis celeris ponte mortem sum sisse confingret. En hier krijgen we, en ik zet hier in een ander kort, ut confingret, opdat hij, dus hier een doel, ut confingret, omdat hij zou... En confingeren betekent verzinnen, opdat hij zou verzinnen, opdat hij zou veinzen eigenlijk. Exitium principis molitam matrem. Matrem, we krijgen hier weer een infinitiefzin als aanvulling, dat hij veinsde dat. Matrem molitam esse. We moeten hier esse bij denken, bij molitam. Dat de moeder, dat zijn moeder... beraamd heeft, dat zijn moeder beraamd heeft, wat, leidend voorwerp, exitium principis, de exitium, het einde eigenlijk, de ondergang van de keizer, de dood eigenlijk, ja, van de keizer, en dat zij, pudore deprehensis celeris sponte mortem sum sisse, en een tweede infinitiefse, dat zij, die moeder dan, hè, sponte, uit eigen beweging, bij woord, mortem sum sisse, dat ze de dood heeft sumre opgenomen, de dood heeft gekozen eigenlijk, pudore, uit schaamte, pudor, pudoris, uit schaamte, dat is een ablatief van oorzaak, uit schaamte voor de
Sceleris deprehensie voor de misdaad. En die deprehensie betrapt de blootgelegde misdaad. Hè. Uit schaamte voor de blootgelegde misdaad had zij dan spontaan de dood gekozen. Dus ik hoop dat jullie nu begrijpen wat hier in de bedoeling is van Nero. Gewoon uitgeven dat de moeder hem had willen vermoorden, daarvoor die slaaf had gestuurd en dat ze uiteindelijk, om ze gezien had dat het mislukt was, zichzelf heeft gedood. Uiteraard moet die moord nog gebeuren en gaat Nero nu een Aniketus gaat het dan voor hem doen, naar de moeder een legereenheid sturen die de moeder dan vermoordt. En dat is dan gerechtvaardigd, want als de keizer door zijn moeder bedreigd is en het is mislukt, ja, dan heeft de keizer het recht om die vrouw terecht te stellen. En dan is hij ook van zijn moeder af nu op een andere manier en dan zou de zaak toch gelukt zijn. Zo, het is ja, ongeveer 40 minuten. We hebben ongeveer iets minder dan een lesuur. Tijd hier om de zaak door te nemen. Ik hoop dat het, de tekst een beetje duidelijk is. Je hebt je notities nog in je hulpboekje. Haal die er nog eens bij. Bekijk het eens allemaal. En dan zullen we vrijdag, als we een bijeenkomst hebben, dan kunnen jullie nog vragen stellen. En dan kunnen we verder kijken naar het vervolg van het verhaal.